Ja, ik weet niet, jullie zullen het wel gezien hebben, die discussie ineens over die kleding op school. Ja, het was ineens een soort nationale discussie geworden, want ja, er was een school in Nieuwekerk aan de IJssel, een protestantse school, en die hadden ineens een heel ding uitgeschreven van, we willen niet meer dat er van die blote naveltruitjes op school komen, en niet meer van die hele strakke broekjes op er zo'n stuk bil uitkomt enzovoort. En daar ging iedereen met elkaar een beetje overlopen bakkeleien van kan dat nou wel? Ja, kan zo'n school dat allemaal zomaar bepalen? Ja, nou ja, dat is dan de vraag. Kijk, een school kan natuurlijk zijn eigen regels bepalen, dat denk ik wel, ja. Maar goed, daar ging het dan over. Betutteling, dat is toch gewoon volkomen betutteling, dat ze anderen gaan uitmaken, wat is te sexy? Ja, dat is dan de vraag, vrienden, ja. Is een zo'n naveltruitje, is dat dan oké? En zo'n naveltruitje, is dat dan weer niet oké? Ja, en hoeveel bil mogen we zien uit het broekje? Ja, ja, als we zo gaan beginnen. Maar ja, er waren natuurlijk mensen voor en die zeiden van, ja, dat maakt zelf wel uit hoe ik gekleed ga. En een school en wie dan ook gaan niet bepalen hoe dat gaat. Nou, in ieder geval, dat werd een enorme discussie. Maar ja, ik denk alleen maar bij mezelf. Ja, waarom zouden daar regels voor moeten zijn? Ik bedoel, je hebt toch ook je eigen, ik ga niet zeggen normen en waarden hoor. Maar je hebt toch ook je eigen sociale gevoel, je eigen sociale antenne die jou ongeveer vertelt wat er nou wel en niet kan. Ja, je gaat toch ook niet, laat maar zeggen, in een zwembroek naar een begrafenis, dat doe je dan toch niet? Nee, die doe je niet. Nee. En zo zijn er nog wel een aantal dingen waarvan je zelf al ongeveer aanvoelt van, nou ja, beter niet. Nee, weet je, doe het toch maar zo en klaar, weet je wel. En dan pas je je toch een beetje aan. Ja, soms doe je dat dan toch. Weet je. Ik ben daar niet altijd voor hoor, nee. Want ik hou er ook van om af en toe lekker een beetje obstinaat te doen en lekker er tegenin en zo. Ja, dus, maar ja, kijk, je moet toch een beetje, ja, toch, je eigen gevoel. En dan denk ik bij mezelf, die kinderen op school, die meisjes of wat dan ook, die kunnen dat toch zelf niet helemaal bepalen. Hoe en wat wel en niet kan. Want ja, die willen natuurlijk een beetje indruk maken op de jongens of zo. Of die willen toch even een beetje een statement maken en afgeven van wie ze zijn. En allemaal dat, weet je wel. Dat hoort er toch ook allemaal een beetje bij. En want iedereen zegt, ja, dan moeten we maar uniformen doen op die school. Ja, dat weet ik ook niet, weet je, of dat hem nou is. Ja, dat is dan weer makkelijk. Want dan worden kinderen niet meer gepest als ze bepaalde merken niet kunnen dragen. En ja, dat willen. Ja, maar goed, het is ook wel leuk als iedereen een beetje verschillend is en even zijn eigen voetafdrukje geeft. Ja, weet, het is allemaal zo. Dat is allemaal zo ingewikkeld. Maar waar het op aankomt en wat het allerbelangrijkste is, en altijd maar weer, het zijn de ouders. Ja, de ouders, die moeten toch die sociale sprietjes hebben en die voelzenuwen hebben om te kunnen bepalen wat hun kind naar school aandoet. Ja, want waar zijn die ouders? Waar zijn die ouders die dan nog eens een keertje zeggen van, even naar boven jij. Hey, trek even wat anders aan. Punt. En dat is hem. Ja, en die ouders, die hebben we nodig.